Hoe pas je nou het themamodel toe in praktijk? Ik pas hem primair toe als assessment toe. En vervolgens gebruik ik hem eigenlijk als methodiek in alles wat ik doe. Training, coaching, assessment. Nou, ga je kijken naar toepassingen, dan is dat MD-programma's, andere trainingen, interventies. Maar ook echt kijken naar een functie. Is het profiel wel juist? Hebben we het juiste competentieprofiel? Wat maakt mensen nou gelukkig en succesvol in een baan? Wat zijn nou, als je kijkt naar je eigen functie en de toepassing, concreet de USP's van zo'n TMA-model? Hoe gebruik je het? Is het een coaching tool? Is het een advies tool? Is het een risicobeheersingstool? Het is zeker een advies tool. Het is ook een inventarisatie tool. Meestal krijg ik een vraag in de breedste zin van het woord. En die is vaak gespitst op het einddoel al. Dus in eerste instantie ga ik terug naar de talenten die in de TMA gebruikt worden. 22 verschillende talenten die eigenlijk intrinsieke behoeftes in kaart brengen. Dat is gewoon wat je hebt. Dus iedereen heeft die talenten. En vandaar gaan we kijken van, zit je nou al op een plek waar je ze ook kan inzetten? Waar je ze kan gebruiken? En hoe ga je ze dan gebruiken? Het boek ken ik niet, maar we zitten op dit moment wel bij ons met talentmanagement. Ja. En bent u al tegen problemen aangelopen wat dat betreft? Ja, het is nog echt in de beginfase, dus op dit moment kan ik daar nog weinig over zeggen. Nee. Oké, want dit boek mag het hebben, alsjeblieft. Okay. Het boek is echt met name bedoeld inderdaad om als een soort handig model om competenties duidelijk te krijgen en talenten naar boven te kunnen halen. Mm-hmm. Zou u daar iets in zien? Zou u denken, nou, dat zou ik toch wel kunnen gebruiken? Ja goed, we hebben al veel competenties verwoord al. Kan misschien een aanvulling zijn op dit moment, maar verder durf ik er nog geen uitspraak over te doen natuurlijk. Hartstikke bedankt. Bent u HRM professional? Ja. Waar loopt u tegenaan in praktijk, daar waar het gaat om effectieve praktische talentontwikkelingsmodellen? Of testen voor mensen? Ontwikkelingsmodellen? Ja, ik zit in een andere hoek in de werving en selectie. Dus wij selecteren en werven. Dus het ontwikkelen van mensen, dat is niet onze bezigheid. Hoe ontdekt u talent? Het ontdekken van talent, ja, het begint met het scouten, kijken naar profielen, naar mensen. En uiteindelijk moet je ze aan tafel weten te krijgen, dat is al lastig genoeg. Waar loopt het tegenaan in de praktijk? Wat is nou de moeilijkheid bij het ontdekken van talent? Nee, ik heb er eigenlijk niet zoveel moeite mee, moet ik eerlijk zeggen, met het ontdekken van talent. Talent herkennen is makkelijk, maar talent ontwikkelen dan wordt het al een stuk lastiger. Ja. Wat voor problemen loopt u dan exact tegenaan? Dat mensen niet willen praten of niet duidelijk zijn? Of... Ja, er wordt heel veel gezegd en geschreven over competenties en de competenties in praktijk. Maar het vertalen naar een praktijk is vaak toch heel lastig gebleken. Het begrip competenties is al heel moeilijk om van hoog tot laag binnen een organisatie goed te implementeren. Het is al zo'n begrip van, ja, wat kan ik ermee? En om dat goed handen aan de voeten te geven, is best een kunst. Ja. Wat hanteer jij als model? Wat bedoelt u? Nou, hoe ontdek je talent en hoe ontwikkel je talent? Waarmee? Doe dit op intuïtie? Intuïtie, voornamelijk. Ja, natuurlijk is achtergrond heel belangrijk, maar ik denk echt dat het de mens het maakt. En dat je gevoel, het is natuurlijk een combinatie van ervaring, kennis en wat je kan, wat je in je hebt. Maar vooral of je bij het bedrijf past en bij het team past. Bent u HR-professional? Nee, niet. Nee. Maar ik had wel gezien dat u er straks dit boek heeft ontvangen. Ja, klopt. Ja? Ja. Waarom bent u er toch in geïnteresseerd? Nou, omdat wij professionals in de uitvoering ondersteunen. En daar kan het wel weer zinvol voor zijn. Van wat heb je nodig aan competenties? Nou, daar is dit een mooie voorfase voor, heb ik begrepen. Want u bent al tegen problemen aangelopen waar dit bij zou kunnen helpen. Nou, ik denk altijd dat nieuwe kennis weer kan helpen. Dus ik ben heel geïnteresseerd. Ik ga het met plezier lezen. Heb je behoefte aan een praktisch en efficiënt model voor talentontwikkeling? Ja. Waar loop je zelf tegenaan in je werk? Dat het echte vaststellen van talent nog niet zo makkelijk is. Want? Omdat het tijd vraagt om dat echt uit te rafelen van wat is nou het talent van iemand. En vervolgens hoe je de organisatie daar weer van kan laten profiteren. Maar vooral ook die persoon, denk ik. Dat spanningsveld. Als je implementeert, waar loop je dan tegenaan? Dat heel vaak de interventie gericht is op correctie. Versus het echt ontplooien van je talent. Dus heel vaak op dat wat je niet kan. Versus gewoon versterken wat je al kan. En op die manier benefit hebben daarvan. Dankjewel. Veel leesplezier. Oké, bedankt. Succes. Hoe gaat u zelf te werk daar waar het gaat om ontdekken van talent en vooral het ontwikkelen van talent?
Ontdekken van talent, nou, dat doen we gewoon nou, waar we maar de mogelijkheid zien om welk specialistisch bureau ook daarbij in te schakelen. Onze eigen website wordt heel veel bezocht. Contacten met hogescholen, universiteiten. Dus op die manier proberen we ook net afgestudeerden binnen ons bedrijf te krijgen. Om zo ook ons bedrijf fris en fruitig te houden. En hoe testen jullie het talent af als ze eenmaal solliciteren of in organisatie zitten? Nou, we hebben naar ons idee een goed wervings- en selectieprocedure. En daarnaast gebruiken we toch ook altijd een assessment als achterhand. Dus daarmee hopen we wel een goede kandidaat binnen te halen. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Veel leesplezier. Ja, dankjewel. Heeft u als HR-professional behoefte aan een makkelijke methode om talentontwikkeling te kunnen bevorderen? Zeker wel, ja. Mag je dit boek aanpakken? Zeker, dankjewel. Hartstikke mooi. Dit is een speciale methode, die is net ontwikkeld, het boek is net geschreven. Ja. Denkt u dat u daar iets aan zou hebben? Nou, vanuit onze software op HR-gebied zullen we daar zeker onze aandacht en onze researchafdeling mee kennis laten maken. Dus ik denk dat het een hele goede is.